vandaag wil ik voor jullie een 5-minute make-up challenge doen. Dat is een challenge waarin je binnen 5 minuten een full face make-up look moet kunnen maken. Ik ga alvast beginnen, want deze video mag natuurlijk niet langer duren dan 5 minuten. En ik begin met mijn Aurora crème. En ik wil niet gaan knippen in de video of zo. Ik wil echt 5 minuten en dan klaar. Zo. Dan de poeder van Yuppie. Breng ik aan met mijn poederkwast. Zo. Dan mijn wenkbrauwen met de Essence Less & Gel Eyebrow Mascara. Waarom doe ik zo'n challenge? Dan kan ik gewoon ongeveer weten of ik, als ik mij moet haasten, op 5 minuten gewoon een full face make-up look kan maken. En dat is dan leuk om te weten. Of ik mij op 5 minuten volledig kan klaarmaken. Mascara ga ik ook weer eerst de gel van Essence aanbrengen. Zo. Ik ben 2 minuten bezig. Ik heb nog niet heel veel gedaan. Oh, shadow double nails is heel lang. Zo. Dan nu de lippen. Eerst labello aanbrengen. Met echte tijd in de gaten houden. Dan Glossy Lip Balsam van Essence. Ook aanbrengen. Die heeft heel veel pigment. En dan als laatste de oogschaduw. Van Max Palette ga ik blauwe. Blauwe oogschaduw gaan aanbrengen. Waarom? Pas bij mijn outfit. Ik ben gewoon vandaag into blue. Ik kan het zo zeggen. Ja, ik deze aanbrengen. En op aanbrengen op mijn ooglid. Ja, oké, ik ben wel een beetje uitgeschoten, maar het is niet zo heel erg. Vier minuten bezig. Ik ben nog niet klaar. Dan ga ik het blenden met mijn poederkwast. Nog een paar seconden. Zo. Een paar seconden om de afwerking te doen. 5, 4, 3, 2,
1. Klaar! Zo, ik heb een full face make-up look gemaakt in 5 minuten. En ik hoop dat jullie deze tutorial leuk vonden. En ik zie jullie snel weer. Doei!